Hallo, hallo, hier is Lisette Anna weer. Ik weet het, het lijkt alsof ik ongeveer op Facebook leef. Maar ik doe ook nog wel heel veel andere dingen hoor, tussendoor. Ik wilde nog eventjes zeggen, ik had natuurlijk gisteren die spontane actie van dat ik ineens een brainwave had van zaterdag 3 november, de Overvloedkundedag live. En we zijn natuurlijk met overvloed bezig in de groep Overvloedkunde. En die wordt ook in de Overvloed Mini geplaatst. En die replays worden geplaatst in de VIP-groep. Dus ja, ik hoop echt voor jou dat jij meedoet. En als dat nou echt helemaal niks voor je is, denk dan na, voel dan na of het iets voor jou is om op de Overvloedkundedag live te zijn op zaterdag 3 november in het Brinkhuis in Laren. En gisteren had ik een spontane actie. De eerste vijf die zich inschrijven, die krijgen van mij een afstandsbehandeling met overvloed, welvaart, reiki. En ja, die eerste vijf die heb ik binnen. En dan denk ik van ja, het is overvloedmaand. Maar ja, ik bedoel, mijn tijd komt ook uit de lengte of uit de breedte. Dus wat ik wel kan aanbieden is bij de volgende vijf inschrijvers, is dat jij een korte mini-reading krijgt. Een overvloed-reading van mij krijgt. Ik trek dan een kaart voor je en dan maak ik een foto van. En die zal ik je via Messenger sturen. En als je geen Messenger hebt, dan zal ik het natuurlijk via de e-mail doen. Maar dat is zeg maar het volgende aanbod wat ik kan doen. Ik heb zoiets van, ik wil dat er zoveel mogelijk mensen in overvloed kunnen leven en er ook in mee kunnen stromen. Dus we zijn nu al een week bezig. Ik heb vanochtend weer een fantastische live video gedaan. Ja, het gaat niet omdat ik fantastisch ben, maar wat er door mij heen stroomt. De healingen zijn zo ontzettend gaaf. Gisteren hebben we met elfjes gewerkt. Vandaag hebben we aan kleine vacuümpjes gewerkt en pijntjes en verdriet en nou ja, allemaal dingetjes losgefrut uit onze cellen. En lieve mensen, geloof me, het werkt echt. Dus als je nog in wil stromen, doe het. Weet je, doet jezelf echt tekort als je dus blijft doen wat je blijft doen. Als je overvloed maar ook wil, op welk gebied dan ook, op het gebied van liefde, plezier, gezelligheid, vreugde, vrolijkheid, geld, klanten. I don't know. Weet je wat voor jou belangrijk is, waarvan jij denkt van dat is overvloed? Doe jezelf dan een plezier. Stroom in nog steeds in de groep overvloedkunde. Alle video's staan er, de originele webinarserie staat er. Elke dag nou, elke door de weekse dag, Facebook Live. En als je denkt, potverdrie, ik heb geen 144 euro. Kan ik mezelf voorstellen? Stroom dan in ieder geval in de minigroep. Die is maar 44 euro. En dan staan alle replays in. Dan krijg je, aan het eind van de maand heb je 23 video's. 23 video's die je tot in de lengte der dagen kunt blijven herhalen. En waardoor je overvloed groeit. En als je zegt van nou, ook dat vind ik niet leuk. Ik heb geen zin om nog meer achter de computer te zitten. Kan ik me ook helemaal voorstellen. Kom dan in ieder geval op 3 november naar de live dag. Sluiten we overvloedkunde af. Echt met een big bang, een grote explosie. We gaan er dan echt helemaal tegenaan. Al die dingetjes die je met een Facebook Live, met een video iets minder meekrijgt, die krijg je dan wel mee met zo'n live dag. De actie van de eerste vijf mensen, overvloed, welvaart, reiki, afstandsbehandelingen, die zijn al vergeven. Ik kan je wel zeggen dat als je je vandaag nog aanmeldt, dan trek ik een kaart voor je. Of dat nou vandaag gaat zijn of na het weekend, maar ik kom altijd al mijn beloftes na. Dan krijg je van mij een mini, mini, mini reading met een kaart over op het gebied van overvloed. Dus ja, ik ben helemaal hard bezig met alles aan het verwerken. En nou, echt, lieve mensen, doe jezelf een plezier en doe mee met deze maand overvloed. Als je het nu niet doet, wanneer doe je het dan wel? Geloof me, van uitstel komt afstel. Doe het gewoon nu. En je mag het zien zoals je het wil, een verkooppraatje. Maar als ik het niet zeg, weet je niet dat het er is. Dus doe er je voordeel mee. Ik ga lekker zo eventjes naar de tuin. Want het is heerlijk, hè? Het is wel koud volgens mij, maar kan je je opkleden. Ga ik lekker de hele dag in de tuin staan spitten. Dat ook hartstikke goed om te aarden. En een overvloed aan groentes en fruit haal ik op dit ogenblik uit de tuin. Dus het is ook een gevoel van overvloed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Ik zal straks nog eens een keer de linken hieronder plaatsen en bijplaatsen. En wat je ermee doet, moet je zelf weten. Ik zou het weten. Ja? Oké, zorg goed voor jezelf. Een heel fijn weekend en tot ziens. Doei doei!